Aad heeft weer een nieuwe vraag van Aad, een nieuwe vraag voor de kijker. Dus allemaal reageren. Aad, wat is jouw vraag? Ja, mijn vraag is natuurlijk nu, omdat het natuurlijk zeer actueel is in dit programma ook. En dat iedereen met volle teug dinsdag en woensdag heeft genoten van de wedstrijden die we gezien hebben. We hebben ze allemaal bezig gezien. We hebben Arsenal tegen Bayern München gezien. We hebben natuurlijk ook Atletico tegen Borussia gezien. Daar zitten volgens mij niet de kampioen tussen. Het is meer tussen die vier waar het om gaat. Real Madrid City, denk ik. En tussen PSG en Barcelona. Maar de kijker moet het bepalen nu. Dus ik ben benieuwd, zonder dat je fan bent van een bepaalde ploeg. Ik kan me voorstellen dat een hoop Engels of mensen in Nederland liefhebber zijn van Arsenal. Of graag een Nederlandse jongen, zoals De Ligt, zien bij München. Maar wie gaat in 2024 in de finale in Londen de Champions League winnen? Dat is mijn vraag. Wie wordt dit jaar de grote kampioen van de Champions League? Alle antwoorden kun je dus doorsturen naar Soccer Nieuws.